It's another day in the mom's life. Mama. Het is woensdag en we beginnen de dag. Halve jas aan, ratslag. Halve jas aan, ratslag. Oké, goedemorgen mensen. Hallo, goedemorgen woensdag en jullie allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben lekker met Jax in huis aan het keutelen. En straks komen de meiden thuis. Ik zeg de meiden, want Yola die heeft twee vriendinnetjes bij zich. Roos komt langs. Morgen ga ik naar een eventje van Stokken, geloof ik. En overmorgen naar Jules of andersom. Anyway, hartstikke leuk allemaal. Wordt een leuk vlog, denk ik. Yola nou. Oh meisjes, jullie zijn allemaal doorweekt. En de reus die ging scheten laten. Het gaat omwaren. Nee, nee, nee. Nee! Morris wil niet rijden in de Tesla. Oh, wat zonde. Ja. Ik heb vandaag Roos van de Happy Family eventjes op kraambezoek. Maar Jack slaat er bijna één. Hij is er bijna één. Ik mag niet naar nee. Zo, het was even een drukte van je welste hier in huis. Dus ik heb niet zoveel gevlogd. Maar we hebben superleuke cadeautjes gekregen van Roos. Ik ga ze even laten zien. Vooral Yola is er heel blij mee. Wat heb je allemaal gekregen? Nou, dit. Nou ja, dus eigenlijk voor Jax. Maar Yola vindt het ook heel leuk. Deze vind ik ook heel leuk. Kijk, dit is dat je hem zo kan doen. En deze kan je gebruiken voor in bad waar de gaten in zitten. Parfum, kan je parfum maken. Hé. Hey. Dit zit hier allemaal in. Vet. En dan zie je bijvoorbeeld de camera. Dus hallo Yola. Hi. 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 Alright, ik ga voor lekker makkelijk vandaag. Voilà. Lekker, lekker. Volgens mij heeft er iemand heel erg trek. Hallo, goedemorgen donderdag. Ik zit op de fiets en ik realiseer me net dat ik heel erg hoofdpijn heb en ik denk waarom. Maar ik weet het al, ik sliep pas om 2 uur omdat ik zo'n spierpijn heb dat ik niet kon slapen. Toen om 5 uur werd Jackson wakker en daarna kon ik weer niet slapen. Man. Goedemorgen. Het is te zien ook aan me. Maar goed, we gaan er weer voor. Just another day in the mom's life. Oké, om maar even te werken aan de spierpijn ga ik zelf een shake maken met fruit om wat beter echt te kunnen krijgen. En ik maak meteen ook een fruithapje voor Jax met mango, appel en banaan. Beetje allemaal door elkaar heen. Ik wil niet te veel banaan geven, want ik ben altijd een beetje bang dat het stopt. Alhoewel hij op dit moment geen last meer heeft van obstipatie, dus het kan ook wel. Banaan, appeltje. Ik heb trouwens een paar nieuwe items van Come and Get Fashion. Deze trui, deze broek. Deze is trouwens een hele lekkere zachte stof. Veel lekkerder dan die andere, want ik had al zo'n broek. Maar die is dus nu te groot, omdat ik weer ben afgevallen. Dus dit is lekker een S'je. Die oude die zet ik op United Wardrobe. En deze kun je in de link in de beschrijving hieronder ook even vinden. En dan als laatste wat ik vandaag aanhou, dit jurkje. Staat ook in de link hieronder. Ik vind het echt een super leuk jurkje en het is wel handig voor mij. Want je kunt er ook borstvoeding makkelijk mee geven. Omdat je die knoopjes gewoon hier los kunt doen. Zo, ik ben er. Parkeerplek aan het water. Oh. Oh, lekker. Frisse lucht. En dan nu mijn schat. Hey.
andere mama-vloggers. Happy Sanne. En Elise Johanna. Tada! Hier hebben we nog een superleuke vlogmama. Hey. Hij is zo mooi en zo zacht. Ja, en jij ook. Ja, hij eet ook die zak op. Dat doet Jax ook altijd. Die eet ook altijd van de zak. Oh echt? Ja, jij doet de zak in de raad. Ik weet niet wat er aan de hand is in Amsterdam. Ik word echt van hot naar her gestuurd. Ik word er knetter gek van. Oh god. Adem in. Adem uit. Als ik niet binnen nu en een half uur thuis ben, weet ik niet hoe ik dat moet doen met Jax voeden. En op tijd weer op turnen zijn. Waarom moet ik zoveel trappen tegenkomen vandaag? En nog één. Auw, Jola. Het doet pijn. Take my hand and you'll be fine. Let love shine. Oh, oh, oh. You know you can. Binnenkort heb ik een demo van Turna. En daar komt een video op mijn kanaal van die demo. Ja, die demo heb je volgens mij eind september. Dus dan ergens de eerste zaterdag van oktober wordt dat. Eerste zaterdag van oktober. Eerste zaterdag van oktober. Mama, mama. Oh, mama. Mama. Oké, gek momentje voor ons. Ik ben gebroken. Ik heb Jax met heel veel moeite toch nog even in een badje gedaan. Toch nog even zijn vaste ritueeltje. Jola de vaste ritueeltje. Dus de kindjes die liggen in bed. En die hebben mij deze dag echt er doorheen gesleept. Met de lieve lachjes. En Jola met haar allermooiste turnkunsten. Waar ik pijn van krijg. Omdat ik zo'n spierpijn heb dat ik het niet kan aanzien. Maar het was een geweldig dagje. Ondanks dat ik me gewoon vreselijk kavel. Dus tot morgen. Nu ook nog editen. Dankjewel voor het kijken. Doei!